Oké, jongens. Oké, go! Go! Nou jongens, het blijft leuk. Ja. Maar denken jullie dat groter in dit geval beter is? Ja, ja. Ik denk het wel. Sowieso. Ja. Groter, hoger. Ja. Hey. Oké, jongens, tijd om onze XXXL raket te bouwen. We gaan deze flessen aan elkaar vastmaken tot een soort mega raket. En dan doen we eigenlijk precies als we altijd deden. We vullen met water en met lucht. En dan schiet hij hopelijk richting de wolken. Hallo, hoort u mij? Hallo? Jongens, hij ziet er in elk geval echt heel vet uit. Ja. Hoe hoog denk je dat hij komt, Sam? Jij? Ik denk 80 meter. Hoe hoog is dit gebouw? 10 meter? 15? Ja, ik denk twee keer dit gebouw. Dus jullie denken dat grootte beter is? Ja, ja sowieso. Ja. Flessen. Nou, pompen maar. Kom. Wow, kijk die bubbel. Ja? Ja. Tel maar af. 3, 2, 1. Wat is het? Ja! Oh. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Ja. Pompen gewoon helemaal. Vliegen. Oké, daar gaat ie. Get ready. Yes. For launch in 3, 2, 1. Ja! Wow! Nou jongens, wat zeggen jullie? Is grootte beter? Ja, in dit geval zeker. Ja, ja. Sowieso. Ja. Nee, we weten niet waar die is, dus we kunnen gewoon misschien zelf zeggen, ja, misschien is hij naar Mars, misschien is hij naar Jupiter, niemand die het weet. Misschien vloog hij daar nog door. Ja. Zo. Ja, ik vind ook, groter is beter in dit geval. Er zit één klein nadeeltje aan en dat is dat je de hele tijd een nieuw moet maken. Ja. Dit kennen jullie wel, toch? Ga eens aan de kant, ga eens aan de kant. Oh! 4 meter, maar dit dingetje gaat tot 8 en ik wil er eigenlijk nog boven. De vraag is, kan het nou ook met dynamiet? Oh! Het eigenlijk principe is hetzelfde, maar in plaats dat we het met lucht doen, doen we het met dynamiet. Ja, dat moet wel beter werken, denk ik. Of hij verbrandt al op de bodem, of op de grond, of hij gaat heel hoog. Dus jij denkt tot aan 8 meter of erboven? Erboven, ja. Niet eronder. Jij denkt boven 8 meter of eronder of erop? Ik licht hoe hard die explosie is, maar het is dynamiet. Dus ik denk echt ver boven de 8 meter. Ver boven de 8 meter. Ik ga voor net iets onder de 8 meter, want je zal net zien dat het ons weer teleur zal stellen. Zoals zo vaak gebeurt. Jij denkt ver boven echt de 8 meter? Ver boven. Jij denkt... Een beetje over de 8 meter. Een beetje erachter en ik denk een beetje eronder. Jongens, ik leg de lat wat hoger. Ik heb hier een mega raket. Ik heb hier ook een soort van ander systeem. Het werkt hetzelfde als het kleinere systeem, maar hij is gewoon iets anders gebouwd. Hierin gaat zo meteen de dynamiet. Oké? Hier overheen gaat de raket. Mm-hmm. Zo. En dan is het ontploffen. Oké, let's go. Die kant op. Okidoki. Okidoki. Flying high in the sky. 3, 2, 1, go! Wow! 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 Rocket power! Volgens mij, Nige, ja. Hij kwam echt wel een stuk flink hoger de 8. Ja, toch? Gelijk, toch? Ja. Dus heel simpel, kan het ook met dynamiet? Yes! Yes. Zeker.
zometeen een raket. Dat doe je zelf. Het team dat zijn raket, zijn of haar raket, het hoogst de lucht in lanceert, wint de eerste test. Oeh. Helder? Cool. Ja. Jullie krijgen 5 minuten de tijd om je raket te bouwen. 3, 2, 1, go. Hij gaat hieronder doen. Luister. Tactisch nadenken. Okay, dus weet je wat we kunnen doen? We kunnen hier zo'n schipje laten maken en die zeg maar eromheen doen. Waarom heen? Hoi. Doe het zo dan. Zo. En dit dan aan de zijkant, dat het nog meer gestroomlijnd is. Ik denk dat we een hele goede hebben hoor. Zo. Nou, daar is af. Alright. Leg alles neer wat je in je handen hebt. Jongens, jullie hebben echt een raket gebouwd. Ja, dat was toch de opdracht? Wij hebben hem gewoon mooi gemaakt. Ja, maar er zit zeg maar ook technologie achter. Ja. Want, vertel eens. Als je kijkt naar deze flapjes, die staan een beetje scheef. Allemaal een beetje in zo'n hoek. Waardoor je... Hij gaat zeg maar zo dadelijk draaien. Precies. Wij dachten, het moet zo min mogelijk en zo gestroomlijnd mogelijk. Jongens en meiden, we gaan de pannen vullen met explosieven. En dan gaan we het zien. Qua vormgeving hadden we wel een tik gewonnen. Er stond wel 3-0 voor. Oké. We noemen hem de Riese. De Riese, wat betekent dat? De RE van jou en de SE van mij. Hey, ik heb hier een heel grappig dingetje. Dit is een hoogtemeter, die plak ik op jullie raket. Ja? En die meet het hoogste punt en dat staat hierop. Okay. Ergens hier aan vast. Ja, doen we al hier naar buiten. Alsof daar de astronaut in zitten. Ja, precies. Oké. Goed jongens, wat denken jullie? Hoe hoog komt hij? Metertje of... Minstens 1000. 1000? Ik zei 30. 30.000. Nee, even serieus. Denk jij serieus een kilometer? Nee, ik denk 50 tot 100 meter. 50 tot 100? 30 nou. Ben ik al tevreden. Oké, vet. Hij gaat. Oh, yes. Oké, jij? Allebei eentje. Allebei? Ja. Oké, ready? 3, 2, 1. Dat kan niet goed zijn. Ik zag 3 stukken gaan in één keer. Precies. Het was gewoon een waanzinnige knal. Was dit ooit een pan? Ja, die stond hier op. Oeh, is dat de pan? De tape is allemaal weg ook gewoon. Ja, het was een pan. Waar is de rest? Waar is de hoogtemeter? Oh, hier is die. Ik heb hem. Oh, hij zit daarin. Hè? Hij is toch helemaal niet meegeschoten? Hij zat hier. Hij zat daar. Kijk ook die... Wat denken jullie? Wat zeiden jullie ook weer? Ja. Ik zei 30.000 ongeveer. Nee. Wat zei ik? Ik zei... 100. Tussen de 50 en 100 was ik tevreden. En jij zei? 30 was ik wel tevreden, maar ik denk dat hij sowieso 100 aangetikt heeft. Nee. Niet? 78. Nou! Bro, goeie lancering. Oké, zet hem nou overheen. Jullie hoogtemetertje zit in jullie raket. Os, prachtige meesterwerkje. Oké, goed. Even gokken, wat denken jullie? Hoeveel meter? Helemaal aan de maan. Ik denk net zo hoog als de boom. Dat is 40 meter. Ja, zoiets. Wij dachten, je moet het simpel houden, niet te zwaar en het moet gestroomlijnd. Oké, ik wens jullie heel veel succes. Oh. Yes. Zet hem op. Thanks. Oké. Yes. Spannend. Doe jij het? Oké. 3, 2. We waren gewoon aan het zoeken in de vlammen naar waar is hij nou? Oh jongens, hier zit hij! Oh, daar heb je hem? Oh. En mag het al weten? Nee. Oh. Ik haal de jongens erbij voor het huis. Jongens en meiden, de uitslag van de eerste test. Jongens, jullie weten die afstand al? Ja, dat was 78 hele meters. Meiden, wow. Jullie raket. Ja. 93 meter. Dus dat betekent de eerste test is gewonnen door de meiden. 93 meter! Yes!
Maar jongens, ik moet wel zeggen, die van jullie, die vond ik wel mooi. In groep 2 had ik jullie echt een 9 gegeven.